Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas, Citi en Société Générale. Hallo allemaal, Jean-Paul van Oudheus hier met een nieuwe aflevering van het wekelijkse Turbojournaal. Deze week barsten de kwartaalcijfers echt goed los. Daar gaan we het dadelijk uitgebreid over hebben. Maar eerst nog even een leuk nieuwtje. BNR heeft altijd op elke vrijdag een podcast, programma, de AIX-factor. Daar ben ik regelmatig te gast. Zo ook weer aanstaande vrijdag, 27 januari om 6:30. Maar blijkbaar hebben we daar met z'n allen toch iets goed gedaan. Dus BNR heeft sponsor weten te vinden, waardoor de AIX-factor vanaf maandag 30 januari dagelijks te beluisteren is. Ook weer vanaf 6:30 in programma, live op de radio, maar daarna ook meteen als podcast. Dus dat voor de podcastliefhebbers onder jullie. Ik ben daar natuurlijk niet elke dag te gast, maar ik vind het leuk dat ik in de eerste uitzending mag zitten. En ik zal ook, denk ik, gemiddeld genomen zo eens in de twee weken daar langskomen. Maar dit is van harte aanbevolen. Nou, dan die kwartaalcijfers. Ja, we hadden het de vorige week over. Technologie is belangrijk. Dus ja, wat kunnen we anders doen deze week dan vooruitkijken naar de technologieaandelen die er deze week aan zitten te komen? En dan zoom ik even in op 4. Er zijn er natuurlijk meer. Microsoft, ASML, Tesla en Intel. Ik heb de nummertjes bijgezet. Wat houdt dat in? Nou, als je kijkt op de ranglijst met grootste beursgenoteerde bedrijven ter wereld, dan staat Microsoft op nummer 3. Achter Apple en Saudi Aramco. ASML staat op een verdienstelijke 32e plek. Tesla staat op 15. Net achter LVMH, die ook deze week aan de beurt zijn. Maar ja, die kon ik toch niet in de technologie sector plaatsen. En het kost natuurlijk nog meer tijd om dat echt goed voor te bereiden. En Intel, ja, Intel is toch ook verbonden een deel met Microsoft, een deel met ASML. Had ooit een hele hoge market cap, maar is inmiddels buiten de top 100 gezakt op plek 112. Maar daar gaan we toch ook nog eens even goed naar kijken als een indicator van hoe we er nou economisch voor staan. Maar ik begin bij Microsoft. Microsoft, een aandeel waar heel veel discussie over is onder analisten. Nou, en ik kijk er natuurlijk fundamenteel naar, maar je hoeft geen technische analist te zijn om te zien dat het aandeel Microsoft de laatste tijd in een dalende trend zit. En ook niet dat we op een kritiek punt zijn aangekomen. Dat heb je natuurlijk wel vaker in zo'n grafiek, maar waarom kritiek? Je ziet die dalende trend. Aandeel stond gisteren zo rond de $240. Maar als het op een gegeven moment onder die trendlijn uitkomt en onder die zwarte lijn, ja, dan ligt er in principe een gat naar beneden open. Nou, hoe kijken we qua waardering? Als we kijken naar de koers-winstverhouding gebaseerd op de afgelopen 12 maanden, is het 25 keer. En 25 keer is ook de koers-winstverhouding als je kijkt naar de verwachte winst voor de komende 12 maanden. Waar sommige analisten zich zorgen over maken is de hoge price-to-sales ratio van 9 keer. Nou, een paar weken geleden ook al over gehad. En daarmee gaan we kijken naar de cijfers. Want Microsoft rapporteert ze dinsdag 24 januari vandaag vanavond na beurs. Nou, om ons goed voor te bereiden, ik heb natuurlijk geen inzicht wat ze gaan vertellen, kijken we eerst nog eens even terug naar wat ze bij de vorige kwartaalcijfers deden. Dat doen eigenlijk veel te weinig mensen. En als je daar heel even wat tijd aan besteedt, ja, dan lees je toch met een andere blik die cijfers die vanavond uitkomen. Nou, dat doen we gewoon aan de hand van de presentatie die die grote bedrijven piekfijn op orde hebben. Die kan je altijd op de website terugvinden. Ik heb ze natuurlijk niet allemaal, maar een paar belangrijke sheets eruit gepakt. Dit is gewoon het financiële overzicht. Nou, en die rode getallen, we praten dan over 25 oktober. Want toen presenteerden ze de cijfers over wat wij dan noemen het derde kwartaal. Ja, Microsoft werkt dus weer met een ander boekjaar. Dus vandaar dat ze hier zeggen, wij praten over fiscal year eerste kwartaal. Nou, vergeet dat maar. Dit ging wat ons betreft over het derde kwartaal. $50 miljard omzet en een beetje. Een bruto winstmarge van maar liefst 69%. Onderaan de streep, de netto winst, blijft er 17,6 miljard over in één kwartaal. En dat is dan omgerekend 2,5
$35 per aandeel. En met name die revenue line van 50 miljard en die winst per aandeel, dat zie je bijvoorbeeld op CNBC altijd meteen terug in de headlines. Is het een beat of is het een miss? Maar kijken we dan wat verder. Dat is gewoon in de presentatie van Microsoft de volgende slide. Ze weten, ja, beleggers zijn met name geïnteresseerd in die kwartaalcijfers. Dus ze hebben hier een slide met investor metrics. Wat zie je hier van de vorige keer? Het gaat met name om die rode kolom aan het einde, want dat waren dus die cijfers van 25 oktober. Ja, dan zie je dat de commercial bookings, de groei daarin, daar staat voor het eerst een minnetje voor. -3%. Ja, en daarop reageerden beleggers heel slecht. Want je ziet alle kwartalen daarvoor, in dat groene balkje, dan was het altijd een plus en ook een dubbelcijferige plus. En vaak zelfs hoog in de 20, laag in de 30. Nou, voor de mensen die nog niet vaak naar dit soort cijfers kijken, waarom zie je daar nou elke keer twee getallen? Het eerste getal, dat is wat het is, wat ze gewoon binnenkrijgen in dollars. En dan zeggen ze, ja, maar die dollar, die heeft ons tegengewerkt, want die is veel sterker geworden. We halen een deel van de omzet uit het buitenland. Ja, daar kunnen wij ook niks aan doen. Dat dan gewoon in dollars minder oplevert. Dus dat tweede getalletje, dat is als je de valuta gelijk had gehouden. Nou, waarom doen ze dat? Kijk in die laatste kolom. Het is in werkelijkheid -3. Maar als je zegt, ja, als je het valuta-effect niet meerekent, dan was het +16. Kan je bedrijven niet kwalijk nemen, maar dat doet iedereen om te denken van, ja, ik wil toch wel laten zien dat ik echt niet voor niks heb zitten werken en dat we goed werk doen, maar dat er externe factoren zijn. Overigens is dat punt, die valuta, iets wat Microsoft flink aan het aanpakken is. Aan de ene kant hebben ze gewoon in zijn algemeenheid vorig jaar en ook dit jaar gaan ze weer de prijzen verhogen. Dus reken maar, die inflatie is echt nog niet helemaal weg. Ze doen daar vrolijk aan mee. Hebben ze jarenlang niet gedaan, maar als die omzet tegengroeit, ja, het gaat echt niet gratis de deur uit bij Microsoft. En het andere is dat ze hebben gezegd, ja, om het verschil in die valuta tot uitdrukking te brengen, worden de prijzen die Europese consumenten onder andere betalen, die gaan wat extra omhoog. Ja. Dus de dollar die wordt nu weer een stukje zwakker ten opzichte van de euro. Dan gaan ze dat waarschijnlijk niet terugdraaien. Dus in de toekomst ziet het er goed uit, maar we moeten nu eerst even door dat vierde kwartaal heen. Nou, waar gaan we nog meer op letten? Dan de tweede regel, dat gaat over de remaining performance obligations van 180 miljard dat ze daar hebben staan. Dat wil eigenlijk zeggen, als je dat met de regel daaronder combineert, de revenue annuity mix, is dat 96% van de rekeningen die ze sturen, die zijn terugkerend. Dus dat zijn abonnementen. Ja, dat geeft natuurlijk een hele fijne basis, dat je gewoon al weet dat er het hele jaar heel veel geld binnen gaat komen en dus ook cash. Nou, dan leggen ze de nadruk op de cloud, want dat is natuurlijk het gedeelte wat nog wel goed groeit. Dat kwam vorige keer uit op zo'n 25,7 miljard. Dat is echt een getal om in de gaten te houden. En om zelf het belang aan te geven van die cloud, zegt Microsoft, ja, van de bruto winstmarge komt 73% van de cloud business. Dus hoe lees je dat dan? Ja, als nou vanavond bijvoorbeeld die cloud tegenvalt, hetzij in de Q4-cijfers, hetzij in de vooruitblik, ja, dan zal Microsoft daar op de beurs extra voor worden afgestraft. Andersom kan het natuurlijk ook een positief effect hebben. Nog even voor de duidelijkheid. Dit zijn dus de cijfers over het derde kwartaal, wat mij betreft, van 2022. Die werden gepubliceerd op 25 oktober. En als je nog wat meer tijd hebt, kan je de cijfertjes die op deze sheet eronder staan, die regeltjes, ook zeker nog even lezen. Want daar zitten nog wat goede opmerkingen bij. Maar ja, ik zei het al, toen die werden gepubliceerd, die cijfers die werden heel slecht ontvangen. Het aandeel Microsoft ging met 6% onderuit. Dat zag je niet vaak. Ja. Hoe komt dat? Dat komt met name ook door de vooruitzichten voor 2023. 50 miljard omzet in het derde kwartaal. Analisten dachten van, nou, dan trekken we die lijn door. Want dan is het toch een groeibusiness. Dus dan krijg je in het vierde kwartaal 56 miljard.
Maar Microsoft zelf zei daarvan, niet al te snel. Ja, wij verwachten geen 56, wat jullie misschien dachten, maar wij verwachten ergens tussen de 52 en de 53,5. Ja, dus dat is maar 2% groei. Ja, en dat verklaart dus ook die dalende trend van dat aandeel. En mensen zeggen, ja, als ik 25 keer de winst behaal, dan verwacht ik wel een bepaalde groei, dus die groei maar 2% wordt. Tja, het gaat natuurlijk niet alleen om de omzet, maar ook om de winst. Maar dan moeten we het nog even zien. Ja, dan je hebt die bruto winstmarge op die sheet. Maar je hebt allerlei natuurlijke boekhoudkundige maatstaven. Microsoft heeft het dan zelf over de operating margin. Ja, daar zijn dan alweer wat cijfers van af. Zeiden, ja, waar jullie misschien 42% verwachten, denken wij uit te komen op 40. Dus het was een gematigde outlook. Je kan niet zeggen slecht, want er komt dus gewoon ongelooflijk veel cash binnen. Maar in verhouding was het minder. En dat zie je ook eigenlijk toch het beste aan het plaatje van de omzet. Wat je hier rechts ziet, dat is de lange termijn omzet. Nou, kijk, dat plaatje bovenaan. Dat is als je naar de omzet kijkt, op jaarbasis elke keer 12 maanden vooruitgeschreven. En dit is geschoven. En dat zijn natuurlijk de grafieken zoals je ze wil zien. Heel smooth, een stijgende lijn naar het noordoosten. Maar kijk je dan naar de tweede lijn, dan zie je die omzetten per kwartaal. Ja, en daar zie je dus ook het relatieve van die kwartaalcijfers. Dus je kan niet elk kwartaal precies dezelfde smooth lijn laten zien. Dus daar zitten wat pieken en dalen bij. Het vierde kwartaal is over het algemeen wel een sterker kwartaal voor Microsoft. Maar dat moet je meenemen in je totale observatie van die cijfers. Waar het eigenlijk om gaat, is als je kijkt naar de groei kwartaal op kwartaal. Die groene balkjes helemaal onderaan. Dan zie je op de eerste plaats, hè, als je kijkt tussen 2010 en pak een beetje 2018, dan zat er zelfs nog wel eens een keer een negatief jaar bij. En soms was het helemaal niet zo'n plus. Maar eigenlijk vanaf 2018 waren het altijd 10% groei of meer. Nou, in de coronaperiode 2020, 2021 was het zelfs veel meer. Mensen bleven thuis, dachten, goh, ik schaf even nieuwe apparatuur aan. Bedrijven gingen ook andere dingen doen, omdat ze sommige projecten moesten stoppen, gingen ze misschien meer automatiseren. Maar nu vlakt die groei af. Die 10,6% of afgerond 11%, die zie je hier terug. Dalende trend in die omzet. Ja, en dat is dus heel erg de vraag wat er nu gaat gebeuren. Je onderbuikgevoel zegt, dat zou nog wel eens verder door kunnen zakken naar beneden. Maar daar kunnen we wel gaan speculeren. Laten we gewoon vanavond kijken wat er uitkomt. Maar dan nog even terug naar die sheet uit hun eigen presentatie van het vorig kwartaal. Waar gaan we dan vanavond op letten? Je ziet in het groen die 11%. Dat is die revenue uit de vorige grafiek. En ik verwacht deze sheet vanavond ook letterlijk zo terug te zien. Maar Microsoft rapporteert de resultaten in drie, hoe noemen we het, business lines. Je ziet dat productivity en business processes, dus dat is eigenlijk de producten die ze leveren aan zakelijke klanten, onder andere 365 en dat soort dingen. Dan heb je dus de intelligent cloud, waar je ziet dat daar nog wel groei in zit. En dan heb je nog more personal computing. Nou, je ziet die middelste regel, de cloud, die bracht vorig kwartaal het meeste op, 20 miljard. Daar was ook de groei het hoogste met 20% in het echt. En dan de CC growth, dat is weer die constant currency growth, ja, die dan nog wat hoger ligt. Maar de zakelijke markt en de personal computing markt, ja, daar is de groei lager. Maar tel die eens bij elkaar op, dat is een groter gedeelte van het geheel. Dus Microsoft kan het wel heel veel over de cloud hebben. En dat is natuurlijk ook waar analisten naar kijken om te zien van hoeveel groei zit erin. Maar ja, als die gewone huistuin- en keukencomputerbusiness erg tegenvalt, ja, dat is toch wel een grote hap uit het geheel. Dus hiermee kan je in ieder geval voorbereid de cijfers vanavond of morgenochtend vroeg gaan lezen. Want Microsoft heeft de cijfers net na beurs, dus net na 10 uur Nederlandse tijd. En dan om 11:30 vanavond is er een webcast. Ja, daar kan je een uurtje voor gaan zitten. Ik wacht dan meestal zelf liever tot de volgende ochtend, want dan kan je daar wat sneller doorheen
scrollen. En met name in de Outlook. Want ja, dat is jammer. Microsoft heeft, misschien dat ze dat nu wel doen, maar over het algemeen geen sheet in de presentatie met de vooruitzichten. Maar dat behandelen ze in de webcast. Nou, fijn, dan moeten we die morgenochtend even terugluisteren. Of vanavond natuurlijk, waar je de voorkeur aan geeft. Nou, hebben we het over de PC-business van Microsoft? Ja, dan maak ik toch even een bruggetje naar Intel. Ja, want dat zit natuurlijk toch op de een of andere manier op dat vlak dicht bij elkaar in de buurt. Ja, hoe kijk ik naar Intel? Ja, dan gaan we nog een kwartaaltje verder terug. Eind juli 2020, die arme meneer Gelsinger. Ja, Pat Gelsinger. Hij kijkt hier al niet zo vrolijk. Ik weet zeker dat we deze plaat ook al een keer in een eerder Turbojournaal hebben gehad. Maar wat zei hij eind juli? Hè, het aandeel zit ook in een dalende trend. This is the bottom. We're rebuilding from here. Nou, pakken we de grafiek erbij. Hè, dan zie je dat punt. Toen stond het aandeel op $35. De markt heeft hem voorlopig nog niet geloofd. En het aandeel is verder weggezakt. Sterker nog, wat mij betreft, veel verder weggezakt. Het is natuurlijk een moeilijke business. We weten dat ze dat contract met Apple op een gegeven moment verloren hebben. Die zijn overgestapt naar TSMC. Dat ze niet snel genoeg die nieuwe kleine nodes op de markt konden brengen. Maar ja, voor Gelsinger is het wel een hard gelag. Het is natuurlijk het bedrijf van de trotse, voormalig inmiddels overleden CEO Andy Grove. Toen kwam er een tussenpauw, zou je kunnen zeggen, van buiten. Gelsinger is echt een man van Intel. Die nam op 25 februari 2001 het stokje over. Ja, zo ongeveer qua aandelenkoers op de high. Intel heeft op een gegeven moment niet zo lang geleden nog een market cap gehad van 290 miljard. Of misschien hebben ze zelfs wel de 300 miljard aangetikt. Dollar, maar is nu teruggezakt naar 120 miljard. Nou, qua waardering zie je een koers-winstverhouding als je terugkijkt van 18 keer, als je vooruitkijkt van 15 keer. Wat wel aantrekkelijk is bij Intel is dat ze nog steeds een dividend hebben van 5%. Nou ja, dat is natuurlijk ook wat beleggers zeggen. Ja, hallo, weet je, leuk, zo'n 5% dividend, maar kijk naar die koersontwikkeling. Kan je niet wat meer investeren en zorgen dat je het lek boven krijgt. Nou, dat is ook het plan van Gelsinger, maar nogmaals, de markt heeft het tot op heden nog niet geloofd. We hebben wel een bounce gezien vanaf een niveau van ongeveer $25 in het aandeel. Toen ging het weer een beetje omhoog. Ja, mensen denken ook van ja, misschien is dit een waardeaandeel en zo goedkoop, daar krijg je achteraf spijt van. Maar er moet echt meer overtuiging in de cijfers, bijvoorbeeld in de kwartaalcijfers van nu zitten, om Intel structureel omhoog te krijgen. Ook hier weer even gekeken naar de presentatie van het afgelopen kwartaal. In het geval van Intel was dat op 27 oktober 2022. Qua vormgeving helemaal niks op aan te merken. Het zijn ook hele, eigenlijk vrij simpele, overzichtelijke sheets. Daar houden we van. Ja, tuurlijk, ook hier weer een klein beetje dat ze zeggen, ja, we persen, ondanks, we zien die aandelenkoers natuurlijk zelf ook wel, maar we persen het goede nieuws een beetje naar boven, dat ze zeiden, nou ja, weet je, de omzet ging echt wel naar beneden, maar was in de range wat we hadden aangekondigd en qua winst per aandeel deden we het zelfs beter dan wat wij zelf hadden aangekondigd. Daar nog wel even naar die cijfers kijken, maar waar de markt echt op aansloeg was die tweede regel en dat is natuurlijk ook wat je moet doen. Als je economische tegenwind ziet, dat ze zeggen, nou, in 2023 gaan we $3 miljard aan kosten besparen. En in 2024-2025 groeit dat naar zo'n $8 tot $10 miljard kostenbesparingen per jaar. Nou ja, dan ben je natuurlijk, hè, dat is geen groei, maar dat is ook een manier om je business te runnen. En zeker als je ziet dat je minder gaat verkopen, is dat waar beleggers wel blij van worden. Waar moet de groei vandaan komen? Dat noemen ze dan IDM 2.0. Hè? Integrated Device Manufacturing. Dat is natuurlijk de business waar Intel in zit. Ze hebben grote machines besteld bij ASML. Ze willen een inhaalrace maken. Dus ze willen heel snel die kleinere nodes tot en met 2 nanometer willen ze gaan toevoegen in de komende 5 jaar... En je weet dat waarschijnlijk van eerdere video's. Kijk, daar maak ik me wel zorgen om.
Je kan de ambitie hebben, je kan er alles aan doen, maar ze leggen daarmee de druk op zichzelf enorm hoog. Die voeren ze enorm hoog op, want ja, er hoeft maar iets mis te gaan. Ja, en dan zit je met de gebakken peren. De concurrentie is natuurlijk enorm. Ja. Wat wel leuk is van die presentatie, dat zie je lang niet bij iedereen, maar dat ze daar ook een industry outlook in hebben gedaan. Nou ja, leuk, het is prettig. Want dit heeft natuurlijk ook betrekking bijvoorbeeld op de business van Microsoft, maar andere partijen die ook in de PC-business zitten. En ja, het is verder geen goed nieuws. Hè. Ze hebben het dan hier de hele tijd over de TAM. Nou, vaste kijkers weten, dat is de Total Addressable Market. Daar moet je altijd een beetje bedacht op zijn, want dan gaat het dus niet over hunzelf, maar ze zeggen, nee, dit is de potentiële markt die we kunnen hebben. Dus dat zegt niks over hun eigen marktaandeel. Dus we zijn wel een beetje suspicious. Maar wat ze zeggen, ja, de groei uit die hele markt qua PC's gaat er wel af. Waarom? Toch een beetje het idee dat mensen in de coronatijd misschien extra hardware hebben aangeschaft. En dat nu mensen zeggen, nou ja, weet je, een vervanging. Ik stel het wel heel even uit, want het kost toch weer extra geld. Ik kan hier wel wat langer mee vooruit. Dus daardoor blijven leveranciers met hogere voorraden zitten. Ze zeggen van ja, maar weet je, het gebruik, dat zie je ook bij Microsoft, het gebruik van die PC, dat neemt alleen maar toe. Digitalisering, je kent het verhaal wel. Wat me hier ook wel wat voor ontrust aan de rechterkant, is dat ze zeggen voor de lange termijn vraag, dan zien we wel dat de total addressable market echt wel blijft bestaan. Maar ze zien ook pockets of weakness, zwakke plekken. Ja, dan denk ik meteen ook weer terug aan Microsoft. Denk, nou, dit worden wel hele interessante cijfers van die twee partijen om te kijken of we hier chocola kan willen maken en hoe het dan is. Maar je bent niet alleen maar afhankelijk van die bedrijven. We kunnen ook nog kijken naar sectoranalisten. Daar kom ik zo. Nog even de outlook die Intel presenteerde voor het vierde kwartaal. Dus de cijfers die komen aanstaande donderdag na beurs. En waar we dan op letten is dat ze hebben gezegd, nou, in het vierde kwartaal verwachten wij een omzet tussen de 14 en de 15 miljard dollar. Dat is jaar op jaar vergeleken, dus met het vierde kwartaal van 2021, is dat zo'n 23% tot 28% lager. Deze hele sheet, alle cijfers die ze noemen, is lager, lager of veel lager. Ja, de bruto marge verwachten ze 45%. Hey, daar is natuurlijk niks mis mee, maar dat is wel zo'n 10,8% lager dan een jaar geleden. De winst per aandeel, daar is wel wat mis mee, want die gaat naar $0,20 per aandeel voor dit kwartaal. Hè? Het gaat natuurlijk niet alleen maar om een kwartaal. Ik geloof voor het jaar verwachten ze nog steeds uit te komen op 1,95. Maar dit is in ieder geval 83% lager. Ja, en dan ga je toch een klein beetje zorgen maken of dat dividend gehandhaafd kan blijven. Onderste regel heb ik er zelf aan toegevoegd. Dat zijn nog even de vergelijkbare cijfers van het derde kwartaal. Dus dat zijn gerealiseerde getallen. 15,3 miljard omzet, 45,9% bruto winstmarge. En toen was de winst per aandeel nog $0,59. Daar reageerde de beurs heel positief op. Het aandeel ging toen met 7% omlaag. En dat hebben we natuurlijk vaker benoemd. Dat is natuurlijk ook als een aandeel zo onderdrukt, als eigenlijk niemand er meer in gelooft. Als mensen denken, oh, dit gaat misschien wel helemaal naar nul. Als het dan een beetje meevalt en dat ze zeggen, nou, Intel legt hier echt wel een bodem. Dus in die zin, als de markt denkt, die Gelsinger, ja, hij had misschien de timing niet exact goed, maar er is hier wel een bodem in zicht. En dan geloven we dat die IDM 2.0 echt gaat werken, dan kan je weer zo'n effect zien. Het probleem wat ik heb, je ziet graag de resultaten van zo'n IDM 2.0 project. En dat gaat gewoon niet zo snel. Ze moeten veel fabrieken bouwen, aanleggen. Ze proberen daar wel gewoon met nieuwe launches te komen. Maar je hebt daar gewoon tijd voor nodig. Dus ik ben ook bang hier, het vierde kwartaal, dat we dat nog niet gaan zien. En dan gaat het gewoon om de gunst van lange termijn beleggers. Dat zij zeggen, nou, ik heb inmiddels voldoende gezien. Ik heb er vertrouwen in dat het omhoog gaat. Maar Intel is zomaar een aandeel dat nog weer een keer op een gegeven moment de low, wat mij betreft, zou kunnen gaan testen.
industrieanalisten. Ja, want in het derde kwartaal waren de global PC shipments 20% omlaag. En Gartner die dacht, ja, leuker kunnen we het niet maken, maar wel duidelijk in het vierde kwartaal. Waar we dus die rapportages over gaan krijgen deze week, gingen die global PC shipments zelfs nog een keer met 28% naar beneden. Ja, en dat geeft toch geen goed vooruitzicht. Die 28,5% om precies te zijn. Daarvan zeggen ze bij Gartner, we houden van halverwege de jaren 90 die cijfers bij. En we hebben hem nog nooit zo hard zien dalen. Dus daar worden ze ook weer gezegd. Ze zeggen, ja, de meeste mensen die hebben denk ik inmiddels een nieuwe laptop of een nieuwe computer. Dus nu even niet. Ze zeggen, het is ook nog eens een keer opvallend om het vierde kwartaal. Hè, de holiday season, zoals ze in Amerika zeggen. Dat is over het algemeen een goed kwartaal. Ja, zet je schrap. En ook hier, punt 3, de onderste paragraaf, zeggen ze, ja, het zijn niet alleen de consumenten, maar ook bedrijven die zeggen, we kunnen wel wat langer doen met de oude natuur. Dus eigenlijk wel een soort collectieve winstwaarschuwing voor de sector. We hebben de bedrijven niet specifiek doorzien komen met winstwaarschuwingen. Nog even gewoon voor degene die het leuk vinden, komt uit ditzelfde artikel dat gewoon van Yahoo Finance kwam op 11 januari. Zie je nog even per merk aan de rechterkant de dalingen. Ja, dus Acer met min 41, Dell, HP, Lenovo. En je ziet toch wel dat Apple in dit segment het relatief goed doet. Apple dat volgende week donderdag aan de beurt is met de cijfers. Maar dit heeft natuurlijk niet alleen effect op de leveranciers van PC's, maar natuurlijk ook op chipleveranciers zoals Intel, Nvidia en AMD. Ja, hoe moeten we dat dan rijmen met de toch wel flinke koersstijgingen in 2023 tot zover? En zeker op een dag als gisteren? Ja, dat is niks anders dan speculanten die zeggen, joh, ik denk dat het allemaal wel mee gaat vallen. En dadelijk ben ik te laat. Die aandelen die staan zo laag. Dat geldt dan misschien met name voor een Microsoft, een Nvidia, AMD misschien wat minder voor een Intel. Ja, maar ja, ik hoop dat die mensen gelijk krijgen. Het kan ook een grote teleurstelling worden. Ik wil in ieder geval meegeven, als je naar dit soort berichten kijkt, dan zijn we natuurlijk heel erg benieuwd hoe die bedrijven dat kunnen uitleggen als van, joh, moest luisteren, dit is tijdelijk, maar hoe wordt hun vooruitzicht voor heel 2023? En ja, op het moment dat je dat zegt, daar kunnen we eindeloos over doorpraten. Microsoft heeft er al een beetje aangegeven, Intel eigenlijk ook, dat ze zeggen, ja, we verwachten toch dat het wat langer gaat duren voordat het weer aantrekt. Dus boeiende week. Nou goed, van Intel is het een heel klein stapje naar ASML. Intel, dat ergens zo'n 10 jaar geleden ASML nog eens een keer een flinke kapitaalsinjectie heeft gegeven, waren ze toen in Veldhoven erg blij mee. Eerst gered door de overheid, toen kwam Intel. Dus Intel, ASML zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En zeker natuurlijk ook in het licht van alle nieuwe fabrieken die Intel in voorbereiding heeft. Ja, ASML, woensdagochtend aan de beurs Nederland voor beurs. Daar is eigenlijk niets nieuws meer over te vertellen. ASML heeft een investor day gehad op 11 november 2022. Ja, dat gaat altijd niet over een kwartaal, maar over een langere periode. Daar is eigenlijk door Peter Wennink en zijn collega's alles al in gezegd. Dus in die zin worden de kwartaalcijfers van ASML eigenlijk wat mij betreft een beetje afvinken. Toch nog even voor de volledigheid. Hè? Dit komt uit de presentatie van CEO Peter Wennink op 11 november. Ja, dit is het landschap, dat ze zeggen het ecosysteem van bedrijven waarmee wij gerelateerd zijn. Het zij bedrijven die onze machines kopen, het zij eindklanten die via die partijen gebruik maken van onze machines. 19% groei van jaar op jaar. Voorlopig wordt er heel veel nieuwe fabrieken gebouwd. Dat gaat echt wel gewoon door. Maar ja, als dat hele ecosysteem structureel minder geld zou verdienen, dan zit ASML niet voor in de keten. Maar op een gegeven moment zullen ze dan toch ook merken dat er
ergens een keer minder besteld gaat worden. Het punt is alleen, dat is niet wat er op dit moment speelt, want iedereen is bang om de boot te missen. En ook dat had Wenning heel duidelijk op een sheet staan. Het is die technologische onafhankelijkheid. Voor de vaste kijkers en luisteraars van het Turbojournaal, een bekend verhaal. In Amerika willen ze onafhankelijk zijn. Veel geld vrijgemaakt, tientallen miljarden voor nieuwe fabrieken. In Europa 46 miljard dollar. China heeft nog steeds de ambitie om onafhankelijk te zijn. Maar ook de landen die nu een heel groot gedeelte van hun bruto nationaal product uit de chipsector halen. Taiwan, Zuid-Korea, Japan. Die willen ook allemaal meedoen. Nou, die durven echt niet nu op te bellen naar ASML om te zeggen van joh, doe toch maar even wat minder. Want ASML zegt dat is goed. We kunnen je even van de lijst halen. Maar als je dan uiteindelijk weer terugkomt en je zegt van ik wil toch weer wel, dan sta je achteraan de rij. Ja, dus dat spelen ze denk ik vanuit Veldhoven heel erg goed. Op korte termijn verwacht ik dus alleen maar hele goede cijfers. Maar ergens down the road, als die anderen zeggen van ja, het wordt toch allemaal wat minder. Ja, dan zal je dat hier toch een keer terug gaan zien. Maar nogmaals, dat is allemaal meerjarenplanning. Nou, kijken we dan naar het aandeel. Dat verklaart ook een beetje dat die koers niet zoals je bij andere grafieken ziet doorzakt. Dat is wat mij betreft, je kan het er niet letterlijk opprakken, want de koers was al opgelopen in aanloop naar die Investor Day. Maar dat heeft daar zeker mee geholpen, die dip. Ja, je kan er nu alleen nog maar over nadenken. €385 voor een aandeel had je ze toen maar gekocht. Ja, wat moet je er nu mee? Ja, de market cap 245 miljard. Koers-winstverhouding 43 als je 12 maanden terugkijkt. 30 als je 12 maanden vooruitkijkt. Er is wel eens meer betaald. Ja, je kan nu toch eigenlijk alleen maar hopen, als je nog wil instappen, dat ASML meegetrokken wordt bij slechte het aandeel bij slechte ontwikkelingen bij andere bedrijven. En dat je nog een keer de kans krijgt om zo tussen de 400 en 450 in te stappen. Wil niet zeggen dat dat per se moet, want die pipeline is hartstikke sterk. Maar ja, ik begin toch wel weer een beetje hoogtevrees te krijgen, omdat het een markt is die nou enerzijds heel streng is voor bedrijven die een hoge koers-winstverhouding hebben. Aan de andere kant, de business groeit, maar nou ook niet met 40-50%. Zit altijd ergens tussen de 10 en de 20. Waar kijken we naar? Even terugkijken naar het vorige kwartaal, want dan heb je de cijfers op woensdagochtend goed in gedachten. In het derde kwartaal hadden ze net sales, de omzet, van 5,8 miljard. Dat was een record. Nu verwachten we een nieuw record, kom ik zo op. De bruto winst was afgerond 3,0. Ook daar verwacht ik eigenlijk toch wel weer een record. En de bruto marge, die kwam uit op 51,8%. Waanzinnig. Heel belangrijk getal, helemaal onderaan. Ja, we kijken ook naar het aantal verkochte machines. Maar ook de net bookings. Dus wat ze nog niet verkocht hebben, maar wat wel in de pijplijn zit. Met 8,9 miljard ijzersterk. En dat is natuurlijk ook iets om het aandeel hoog te houden. Nou, de outlook, die houdt ASML ook altijd erg simpel. Ik denk dat ze daar eigenlijk, ja, dat ze zeggen, oké, die kwartaalcijfers, we doen het gewoon altijd dezelfde template, altijd dezelfde layout. Dat leest ook erg makkelijk. Wat hebben ze een kwartaal geleden gezegd? Nou, we verwachten voor het vierde kwartaal niet 5,8, maar ergens omzet tussen de 6,1 en de 6,6. Dat zijn natuurlijk fantastische getallen. Dat is weer hoger. De bruto marge, die zeggen ze altijd defensief 49%. Zodat ze er ook weer bovenuit kunnen komen. En nou ja, ik denk dat ze eerlijk gezegd dit wel gaan halen. Maar we weten het op woensdagochtend voor beurs. Ja, we hadden het over technologie. Die drie bedrijven die passen wel een beetje bij elkaar. Tesla is ook deze week aan de beurt. Ik wil daar ook wat over zeggen, maar dan kort. Dus toch ook, ja, is het technologie, is het auto? Tesla is natuurlijk gewoon technologie. Ja, waarom? Ga daar nou niet over twijfelen.
Het is gewoon, als je kijkt naar die marges die ze maken, dat is zo van een compleet ander niveau dan dat andere autofabrikanten hebben. Die kunnen daar niet eens in de buurt komen. Dus laat daar gewoon geen twijfel over staan. Het punt bij Tesla is dat ze natuurlijk wel gewoon ook menselijk zijn. Dus als er problemen zijn in die toeleveringsketens, op wat voor manier dan ook, grondstoffen of door zero COVID in China, ja, dan hebben ze daar natuurlijk ook mee te maken en komt er misschien minder productie uit die fabrieken. Tesla is wel opgeleid om een revenue en margin miss te gaan krijgen. We hebben natuurlijk al de cijfers gezien over het vierde kwartaal, over heel 2022. En dan bedoel ik dus de delivery cijfers. Die waren niet slecht, maar die waren wel minder dan dat je hoopt bij een groeiaandeel. En het zou logisch zijn dat je dat dan nu op woensdagavond ook terug gaat zien. Nou, waar kijken we naar? De omzet was het vorige kwartaal 21,45 miljard. Nu wordt daar iets verwacht door de markt net iets onder de 25 miljard. De bruto winstmarge, die was 25%. Tesla wil dat eigenlijk naar 30, 35, 40 hebben. Ja, die trend zit er niet in. Dat zal nu ook niet gelukt zijn. Dus dit zijn getallen waar het kwetsbaar kan zijn. De winst per aandeel is waarschijnlijk wel omhoog. De markt verwacht nu $1,13 per aandeel. Bij Tesla gaat alles om de outlook. Ja? Ze hebben vaker de markt verrast met prachtige nieuwe modellen. We hadden het er onlangs al over. Kijk nog eens een keer naar die Cybertruck. Dat zijn de type auto's. Ja, jij misschien niet, maar waar heel veel mensen interesse hebben om dat af te nemen. Op het moment dat dat in massaproductie komt. En natuurlijk niet alleen die Cybertruck, maar ook andere dingen. Op 1 maart, om dat nog eens even in herinnering te roepen, heeft Tesla een Investor Day. Ja. Ben je fan van het aandeel? Kijk, goedkoop is het niet meer. Je kon het op een gegeven moment krijgen op een haar na op $100. Als je echt langetermijn fan bent, als je nog een keer zo'n kans krijgt, dan moet je erin. Maar zelfs de $143 van gisteren, als ze het momentum weer kunnen oppakken, de heropening van China is nu voorbij, als de Giga Berlijn gaat draaien. Ze hebben nu de prijzen van de auto's verlaagd, omdat ze minder inflatie zien bij de onderdelen. Ja, en omdat ze gewoon op die manier hopen meer volume te draaien. Dan kan het echt serieus, het spijt me voor de Tesla-haters, maar echt wel zo zijn dat je dit aandeel op een gegeven moment weer doodleuk op $200 of meer ziet staan. Erg volatiel, daarom moet je er ook mee uitkijken. Maar wel ontzettend boeiend om te volgen. En ook hier weer wat de outlook gaat zijn. Ja. Tussen nu en 1 maart zit niet meer zo heel veel. Dus we moeten ook hier heel goed letten op het momentum. Ja, van Tesla is het dan weer een klein stapje naar Albemarle. Ik roep nog even in herinnering, Plug Power komt ook nog deze woensdag met een business update. Niet met cijfers, maar Albemarle, onder andere bekend als grote lithium producent. Die komen vandaag, dinsdag 24 januari, om 3 uur Nederlandse tijd, ook met een strategy update. En dat belooft al wat, want ze gaan het hebben over de bedrijfsstrategie in 2023. Maar ook komen ze met een 5 jaars vooruitzicht voor het bedrijf. Dus voor de mensen die in de Global Lithium and Battery ETF zitten, mensen die in lithium geloven, iedereen die met elektrische auto's te maken heeft, moet je toch in ieder geval even de samenvatting hier naar kijken. Ik zie trouwens dat ik het logo er nog een keertje overheen geplakt heb, maar dat doet er eigenlijk allemaal verder niet zo toe. Deze update die komt vandaag. Nou, dan volgende week, even een bruggetje, de drukste week van het eerste kwartaal qua kwartaalcijfers. Beginnen rustig, dicht bij huis. Maandag Philips, dinsdag KPN. Op dinsdag ook General Motors en AMD. Dit is natuurlijk een selectie, hè, want dat zijn veel meer bedrijven. Ik kijk zelf ook naar Ørsted, Meta Platforms, Qualcomm. Die komen allemaal woensdag. Ja, en dan donderdag is de grote dag. Shell, Apple, Alphabet, Amazon, Eli Lilly voor de gezondheidszorg. Weet je nog? Vorig jaar, dikke all-time high. Ben ik ook benieuwd
of ze dat kunnen vasthouden. Ja, en Ford, even voor de volledigheid, omdat ik later in deze week, zeker ook voor de leden, weer wat extra's doe op het gebied van auto's en elektrische auto's. Dus dat houden we allemaal even in de gaten. Nou, dan tot slot, aanstaande vrijdag hebben we om 12 uur ook een live Q&A met Bart Peters en mijzelf voor de mensen die VIP-lid zijn van Markets Are Everywhere. Binnenkort komt daar ook de watchlist aandelen aan. Nog even in herinnering, je kunt meedoen nu nog voor €299 voor een heel jaar. En dan gaan we samen ontzettend veel leren en als het goed is ook rendement maken in de markten. Heel erg leuk als je daarbij aanhaakt. Bij alle mensen die dat de afgelopen maand al hebben gedaan. Nou, en dan nog even in herinnering, die AX-factor. Aanstaande vrijdag 27 januari ben ik te gast bij de reguliere uitzending. En vanaf maandag 30 januari, ook om 6:30, staat er elke dag een nieuwe podcast voor je klaar. Van harte aanbevolen. En als je dat nou aan anderen aanraadt en zegt, joh, weet je, dat is toch wel heel leuk over al dat beleggen, noem dan ook alsjeblieft even het YouTube-kanaal van Markets Are Everywhere. Er komen elke keer meer gratis abonnees bij. En dat is ook weer handig in gesprek met professionele partijen. Die zeggen, hey, kan ik via jou ook publiek bereiken? Dus daar help je me ook enorm mee. Vond je dit een goede video? Dat geldt ook altijd. Druk dan ook even op like, want dat is het YouTube-algoritme. Dan krijgen meerdere mensen het aangeboden. En op die manier, deze content, het Turbo Journaal, is allemaal gratis voor je. Help je toch ook weer Markets Are Everywhere en het kanaal groeien. Heel veel succes deze week. Laat me in de comments weten waar je zelf naar kijkt en waar je over nadenkt en welke vragen je eventueel hebt. En dan zie ik je graag weer bij een nieuwe video.